Hey, welkom bij mijn videokanaal. Leuk dat je kijkt. Ik ben Rebecca Sikkema en vandaag ga ik een hele leuke test doen. Namelijk of je met een verfbrander ook cellen kan maken. Kan activeren, zal ik maar zeggen. Normaal doe ik dat met mijn gasbrander. Ik heb best wel een grote gasbrander, maar je kan ook een heel klein crème brûlée brandertje gebruiken. Dat is geen probleem. En vandaag wil ik kijken of het gaat met een hittepistool. Dat noemen ze ook wel een verfafbrander of zo. Maar eigenlijk officiële naam is hittepistool. Nou, dus dat is de test vandaag. En ik ben heel benieuwd, want kijk, heel veel mensen vragen aan mij, kan ik ook een hittepistool gebruiken? En dan zeg ik, nou, ik gebruik het nooit, want ik gebruik altijd de gasbrander. En volgens mij is die het beste. Oké, vandaag is de test. Dus kijk even met me mee hoe dat afloopt. Ik heb vier kleuren, namelijk reflexroze van Amsterdam, koper waar ook een beetje rood in zit, een oranje, een goud met wit en een zwart. Nou, we gaan even een flipcupje doen en dan gaan we kijken hoe dat gaat met die cellen. Of die blijft staan. Leuk keurtje. Of dat straks goed gaat. Ik hoop dat ik veel cellen heb natuurlijk. Dus we gaan even kijken. Het ziet er wel heel gaaf uit, die kleur roze. Oeh, die vind ik zo mooi. En daar gaat hij. Kijk aan. Lekker roze in de beker. Mooi, mooi die kleuren. I love the pink en oranje. We gaan zien of het niet te pink wordt. Het is veel pink. Goed, we gaan het zien. Ik ga mijn hittepistool aanzetten. Kijken of er cellen ontstaan. Er zijn zeker cellen omhoog gekomen, heel veel. Dus dat gaat wel. Je moet wel oppassen dat je de boel niet wegblaast. Want dan ligt je verf overal. Maar zeker geeft dat cellen, absoluut. Maar je ziet ook dat mijn cirkel groter is geworden. Dus het is ook een beetje uitgeblazen. Ik ga nog even kijken of hier nog cellen zitten met de gasbrander. Kijk, het voordeel van die gasbrander. Hier, ze zitten daar wel, zie je? Ik vind het voordeel van de gas. Ik ga zo op praten. Kijk, hier kreeg ik niet zoveel cellen. En dan zie je met de gasbrander dat ze er wel zitten. Voor mijn gevoel zijn er nog wel wat bijgekomen. Maar het gaat dus wel met dat ding. Hartstikke leuk. Oké, nou goed. Dan gaan we eens kijken of we hem kunnen oprekken. En of we inderdaad ook hier iets moois van kunnen maken en wat er gebeurt nu. Straks ga ik eens even kijken daarna nog. Het is een leuke test dit. Ik heb lekker veel cellen in mijn werk, dus dat is leuk. Man, wat een cellen die daar in het midden, die zijn zo groot. Dat je echt denkt, wow. Wow. Ik heb wel veel roze, maar hier, kijk hier dit en dit. Wow. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Goed, we gaan eventjes kijken hoe we dit gaan doen. Ik ga even hier beginnen, want ik wil dit eigenlijk niet kwijt, het stuk. En dat ben ik dus wel kwijt. Zo. Nee. Jammer van dat. Ja, we hadden natuurlijk ook kunnen beginnen aan de roze kant. Dat is altijd lastig. Misschien deze kant wel kan bewaren. Een beetje. Wel prachtige cellen hebben we. De flipcup is sowieso altijd wel een erg leuke techniek. Zwart kunnen we mooi bewaren. We hebben nog steeds heel veel moois
erin. Dus ik ben absoluut niet ontevreden. Ik vind dat zwart mooi, maar ik moet niet gaan overheersen. Oké, nou hebben we nog hier dit grote ding in het midden. Ik weet nog niet of ik daar nou direct heel blij mee ben. Maar goed, dat is gewoon wat het is. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, ik ga het hem eraf wippen. Maar ja, dan ben ik dit kwijt of ik ben dit kwijt. Ik ben iets kwijt dan. Dus dat ga ik toch even niet doen. Wat ik ga doen is met de verf brander, verfafbrander, dat is dus een hittepistool, zo noemen ze dat. Ga ik even kijken wat ik nog kan krijgen aan cellen. Nou, zoals je ziet, gaat het dus wel. Je ziet ook dat hier nog van alles bij is gekomen. Hier ook. Dus er is heel veel interessanter geworden. Kijk. Wow, wat een cellen. Nou, om het nog even iets spannender te maken. Ga ik nu dus nog een keertje met de brander eroverheen. Nou, kijk aan. Volop cellen. Dat lukt wel, ja. Met die brander. Of ik het per se mooier vind, want je krijgt hier dus ook die zwarte. Ja, die, het is toch eigenlijk wel mooi, ja. Ja. Het is ook wel leuk, dit blaadje in het midden. Ik vind hem wel heel leuk. Ik kon er niet mijn verf mee wegblazen. Ja, dan moet ik echt van de zijkant af gaan drukken. Dus even kijken wat ik nog kan hiermee, want ik kan er nog een beetje beweging in doen. En dan vroeg ik me dus af of ik dat kon doen met die verfbrander. Verfbrander, zo noem je het ook wel, hittepistool. Daar was ik eigenlijk heel benieuwd naar. Ik ga hem even iets uit het midden halen, dat grote ding in het midden. Want dat vind ik een beetje te. Kijk, zo vind ik hem beter. Hij moet er niet helemaal in, maar wel zo. Even zo. Ja, hij is mooi. De kleuren zijn mooi. Ja, heel rijk stuk. Heel rijk. Ik ga hem denk ik zo laten. Yes! Ik laat zo nog eventjes de resultaat zien. Zeker. Maar ik dacht, laat ik hem even zo omhoog doen. En zeggen, yes, met die verfpistool, verfafbrander, verfbrander, kan je inderdaad cellen veroorzaken. Dus je zou hiermee kunnen werken. Het voordeel is, het is elektrisch, er zit geen gasvlam bij, geen last van gas. Ik vind wel dat het sneller gaat met mijn gasbrander. Het is niet per se mijn voorkeur om dit te gaan doen. Maar goed, er zitten natuurlijk voor- en nadelen aan alles. Zo ook dit. Dus. Nou, kijk zo nog eventjes naar het resultaat. En als je deze video leuk en inspirerend vond, geef hem dan een like. En abonneer je op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Dan gaan we eventjes het resultaat erop zetten. Kijk hier, hij is behoorlijk roze uitgeslagen. Maar ik vind het wel mooi. Er zitten namelijk allerlei tinten oranje, roze in. En je ziet dat ik ongelooflijk veel cellen heb. Dit zijn natuurlijk niet de cellen die je bij een swipe krijgt. Dat ziet er echt wel anders uit, maar het is wel heel erg gaaf om te zien dit. Mooi toch?